Goedemorgen allemaal. Nou, het is weer lekker vroeg dag. Ik ben al lekker gewassen en aangekleed. Ik ga nu mijn bak thee opdrinken, want we gaan een beetje op tijd naar Zeeland. Omdat we ook weer op tijd terug moeten zijn. Dus ja, ik ga zo naar mijn zusje. En dan rijden we richting Zeeland. Fijne dag! Even mijn werkbril op. Ja, hij is heel leuk. Maar hij werkt als een tieren. Ja, is lekker. Wat heb je als je wat ouder wordt? Dan moet je wel helemaal zitten pielen tot ik dat heel mijn lippen aan elkaar kreeg. Ja, nou, dat kan je nog een keer doen. Ja, dat dan wel. Nou, de laatste hand aan de jurkjes. De ene kant zat wel goed, alleen deze moeten we even draaien. Ja. Ik denk, hè? Ik kan ook zulke dingen hebben, hoor. Dat ja. Denk ik, hè? Want, maar dat was dus de reden dat je het niet voor elkaar kreeg, Trace. Nee, dat is die andere. Oh, dat is al die andere. Maar dat kan ook eigenlijk niet, want eigenlijk heb je met het elastiekje niks te maken. Want daar hoef je helemaal niet aan te rekken. Nee, maar om hem vast te zetten, was het te strak. Snap je wat ik bedoel? Nou, dat geeft toch niet? Dan doe je dat toch in? Maakt toch niet uit of je nou hier zo naait of dat maakt niet uit? Ik krijg het niet voor elkaar. Die twee kreeg ik zo, hup. Nou ja, ik weet niet wat het precies is. Ik heb wel mijn best moeten te doen natuurlijk. En zeker met die speldjes en dat het recht zat en zo. Learning all the time. Zo is het. Je moet het gewoon leren, hè? Ja. Hoe is het zeggen? Een vieze beker. Ja. Ja, daartje, dat is billenkoek. Billenkoek. Zit ik dan nog zo op te letten? Is dat vanmorgen gekeken? Ja. En hoe vond je het nieuwe muziekje? Ja. Want ik heb een update gedaan en alles is weg. Oh. Dus je hebt een nieuwe tune. Het oude vertrouwde muziekje was er niet meer. Maar er was het tijd dat er een nieuwe tune kwam. Daarom. Dus ik heb weer even... Je had toch hangmuziek ook? Ja. Eén, dat is wel leuk. Zo. Ja. Ja. Een broekje voor het popje. Ja. Voor de haas. Kijk, en als die echt te groot is, dan doen we gewoon een beetje elastiek. Want jij vindt het wel leuk dat hij een grote broek aan heeft. Ja, maar die zo'n strak broekje hebben, dat vind ik helemaal niks. Nee. Ik vind het wel leuk, een beetje zo'n hangzak, weet je wel. Een hangzak. Nou ja. Kruis van een broekje. En ik ga helemaal in de weer. Gaat het trace of moet ik hulp? Heb je hulp nodig? Nee, ik ben er al uit tot aan. Kijk, Ellen, dan ziet hij er anders uit. Hè? Ja, hoe kan dat dan? Ja, omdat ik anders naai. Oh. Zeg ze heel voorzichtig. Zo, even lekker de wol afruimen. En dan gaan we alweer naar huis, Trees. Ja. Want we moeten een beetje eerder naar huis, omdat we vanavond het Sinterklaasfeest vieren met de kindertjes. En dit is hem geworden, meneer Haas. Oh, kijk. Ja, dat is iemand. Nee, niet. Ja. Dat is iemand, hè? We zijn weer onderweg naar huis toe. Het is rond 3:30 nu, dus gaan we even lekker een hapje eten en dan om een uur of 6:30 moeten we bij Deborah zijn voor het Sinterklaasfeest. We hebben lekker gegeten en we staan nu op het punt om naar Deborah toe te gaan om daar het Sinterklaasfeest te vieren.
Ilaatje. Ilaatje. Jij dacht, ik ga lekker auto aanzetten. Ja, hallo, ik heb Hans van je. Hallo, kijk Hans van je. Ja, ja, gaat goed. Je ziet er ook heel goed uit, ook hè? Hoe oud ben je? 9 jaar. Jokker. Is die er al? Voor mij, wie hebt die gepakt? We hebben het achterbak gepakt. Dat is wel logisch. Hoezo? Is alles goed blijven? Waar ben je 9 dan? Volgens mij, ja. Hé, Marley, ga je wel. Ik ben jaren geweest. Gefeliciteerd. Een bordje geleden hoor. De boer. Schrik voor u. Ja, dat is een bijna 7 jaar. In februari. Ja, ja. Kijk, ze zit al op 7 jaar. Nou ja. Dat ben je al door. Ja, vind ik niet zo mooi. Ja, maar het gaat om de werking. Het gaat over instappen, cijfertjes en lettertjes. Dat is toch een beetje damesachtig, hè? Iedere dag iets anders aan. Maar het haar is wel hetzelfde, hè? Ja, dat haar wel. Dat is net zo mooi nog. Ja, dat is een genio. Ja, hij is toch een groot heel wat bloemen. Ja, maar dat is even het einde. Hé, ik pas wel een nieuw bordje. Ja, dat is een net van het Sinterklaasfeest, was gezellig. Aad gaat nu een filmpje kijken en ik duik met een bakje thee mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Schaam je het evangelie niet, maar weet dat het een kracht Gods is, welke zich niet laat beperken. Het zal krachtig doorbreken daar waar ik het zend. Door wie ook, wees gij gehoorzaam en betracht de vrijmoedigheid die ik u geef. Houd niet in, wees vol goede moed, opdat het een goede vrucht zal voortbrengen. Bedenk deze dingen, dat als de oogst rijp is, gij een grote opbrengst zal hebben van al dat gezaaid is.